Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Felix Reuben, Herenmode Winschoten. Stijkelbouw Scheemda. Bosma Wonen Winschoten. Kluswijs Scheemda. Kloosterboer Zekerheid Zonder Zorgen. En Regiobank Scheemda. Bij ons in het gesprek deze keer cabaretier, presentator en tekstschrijver Richard Groenendijk. Welkom. Hallo. Fijn dat je bij ons bent. Nou ja, dank dat ik de gast mag zijn. In Winschoten. Ja. Als je kijkt naar je eerste optreden, want je hebt zo ontzettend veel gedaan. Klopt. Wat kun je daar nog van herinneren? De allereerste keer dat het... Ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik optrad, dat was in de Engelenbak, in als cabaretier althans. In Amsterdam, daar had je toen de open bak, volgens mij op dinsdagavond. En dan mocht je met alles meedoen als het maar niet langer dan een kwartier duurde. En het publiek mocht de plekken laten horen wat ze ervan vonden. Dus het applaus, lachen, maar ook wegjoelen, dat kon ook gebeuren. Ja, gebeurde vast niet. Nou, die eerste keer niet, maar die tweede keer heb je een beetje overmoedig. En toen lieten toch mensen wel horen van... Dus allemaal, maar ja, goed, dat is volgens mij goed dat je het op die manier een beetje leert. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En toen ging het heel snel, de carrière? Nee, je zo het ging vrij langzaam. Ik ben zo net tegen mijn pensioen doorgebroken. Nee, het is dat die zalen echt vol kwamen te zitten, was pas een beetje zo na mijn 40ste, hoor. Dat ik altijd toevallig vanmiddag, ik zat in het hotel met Jochem Meijer en die heeft altijd al wel goede gevulde zalen gehad. En ik ben echt al heel lang zo hier gebleven en ineens steeg dat. Ja, want als je nu kijkt, dan is elke voorstelling gewoon helemaal dik uitverkocht. 289 shows van dezelfde voorstelling uitverkocht, dat is wel fijn. Ja, ja. Ja. En dan in Winschoten, maar hoe ziet zo'n dag eruit, hè? Als je s'avonds dan optreedt? Hoe bereid je je voor? Nou, kijk, op een gegeven moment na zoveel voorstellingen is het niet meer zo dat je de hele tijd van, oh, als het maar goed gaat, want ja, ik mag hopen dat ik de tekst ken nu. Dus 's middags dan rijden we, ik heb een tourmanager, Tom, en die rijdt mij, die haalt eerst de catering op, daar ben ik niet mee. En die rijdt mij dan door het hele land eigenlijk in mijn eigen auto. En dan komen we meestal zo'n uurtje of vijf aan. En dan ga ik soundchecken met de technicus. En dan gaat Tom het eten opwarmen. We hebben een goede cateraar. Heel soms, toen we in Winschoten vanavond, hebben we een kip gehaald hier op de hoek. Daar staat zo'n hele fijne car. Klopt. Dus in sommige plekken in Nederland weet je wel, oh nee, maar daar moet ik naar de Thai, daar moet ik kip uit de car halen en daar moet ik naar de Chinees. Ja, maar over het algemeen wil ik wel graag gezond eten. Dus we hebben een soort kok, een cateraar en die kookt voor ons. En dat kunnen we ophalen. En dan eten we voedzaam en gezond. Juist. Ja, en gevarieerd. En, ja, precies. Nou, ja. En dan gaan we soundchecken. Dan inmiddels is het eten warm. Gaan we eten. En dan doen we altijd drie spelletjes Skibbo. Drie potjes. We hebben Skibbo is een kaartspelletje. En we hebben ook twee poeltjes. Want ik heb twee technici die rouleren een beetje. Dus ik heb één poeltje als Martijn, de ene technicus, draait. En Sebastian is de andere. Een andere pool. En Tom en ik zijn natuurlijk vast, omdat wij er elke dag zijn. En nee, dat gaat er soms hard aan toe, hoor. Want niemand kan tegen zijn verlies. Wie is de sterkste? Ja, in de ene pool ik. En in de andere pool staat Tom toch wel hoog, ja. Oké, juist. En dan de voorstelling. Voor iedereen beter. Wat is het voor een voorstelling? Een cabaretvoorstelling. Ja, het is een one-man show. Ik ben altijd meer van het persoonlijk engagement. Ik ben niet iemand die nou heel erg de politiek... alhoewel, de laatste voorstelling zit ook nog wel wat maatschappijkritische dingen in. Dus, en ook iets over de politiek. Maar over het algemeen ben ik gewoon meer van uit het leven gegrepen verhalen, zeg maar. Mm-hmm. En de voorstelling heet Voor Iedereen Beter. En gaat eigenlijk over dat een mens aan de ene kant altijd gezien wil worden en aan de andere kant denkt, laat me maar met rust. Dat heb ik ook heel erg. Mm-hmm. Dus het is een mooie voorstelling geworden. Ik heb de Polifinario ermee gewonnen, de cabaretprijs. Ja, ik zag het in 2012, maar ook nog een keer in 2022 met deze voorstelling. Met deze voorstelling, voor entertainment. Ja. Ik heb hem nu bijna 289 keer gespeeld. En drie seizoenen, dus het is best wel succes. Ja, volle zalen, enthousiast publiek. Heel fijn, gelukkig heel goed wel, mooie recensies. Dat moet je heel goed doen, denk ik. Ja. Maar je zegt net, dat viel me wel op, van laat maar even met rust. Op welke momenten heb je dat? Nou, het is gewoon een beetje dubbel, weet je. Aan de ene kant wil je graag dat toneel op en aan de andere kant denk ik ook wel eens 's avonds van jongens, daar gaan we weer. En, als het doek dan helemaal open is en mensen zijn blij, dan trekken ze je er ook doorheen, hè. Je hebt natuurlijk wel eens avonden dat je gewoon moe bent. Of dat het privé, als het natuurlijk privé van alles aan de hand is, dan is het lastig om soms zo'n toneel op te gaan. En dat was in deze voorstelling is dat wel echt wel aan de hand geweest met het overlijden van mijn regisseur, Wimmy Wilhelm.
Die is... Ja, vorig jaar. Ja, niet zo lang geleden. Nee, ja, dat is nu 5 maanden terug nog ja, niet eens. Ja. En die werd ziek. Die kreeg de diagnose uitgezaaid longkanker. En die was binnen 3 weken dood. En ik heb elk woord, elk lied, elke zin, elke stap met haar gewikt en gewogen. En het was 14 jaar lang mijn regisseur. Maar ook 14 jaar lang een van mijn en Marco's, mijn man, mans beste vrienden. Dus dan is het soms wel eens moeilijk als een doek open gaat. En zoiets is gebeurd om dan, om dan door te gaan. Ja, dus het is, ook een beetje, het is ook een beetje ter ere van haar. Maar ik wil het ook niet al te zwaar maken. Nee. Maar gisteravond stond ik in de stad Schouwburg in Groningen. Toen was een hele goede vriendin van haar was er. Ja, die is dan wel heel emotioneel aan het eind. Dat is wel, die belde vanochtend ook dat ze vannacht heel de nacht wakker had gelegen ervan. Dus dat, en niet omdat ze slecht was, maar omdat ze toch ook Wim niet daarin terugziet. Want, maar nee, tuurlijk. Weet je, als je 14 jaar met iemand werkt en je bent zo verweven met iemand. Ik bedoel, zij was ook bij ons ceremoniemeester op de bruiloft en met mijn 50ste verjaardag alles geregeld. Dus ja, dan kan het niet anders als dat je ook een beetje dingen overneemt van iemand. Ja, gewoon heel close. Ja, dus ze leeft een beetje door in, het, in de voorstelling. Ja. Maar dat is wel, tussen alle hoogtepunten van deze voorstelling was dat wel het enorme dieptepunt. Zeg, wie is nou eigenlijk jouw grote voorbeeld? Nou, ik heb niet echt de voorbeelden, maar het is wel zo dat ik toen ik een jaar of 11 was en niet zo goed wist wat ik nou wilde, maar wel het toneel op. Ik was heel jong, wist ik al dat ik toneel op wilde. Ja? Ja, echt heel jong, echt heel klein, vond ik dat al magisch, zeg maar. En, maar toen hoorde ik een keer op de radio een registratie van de winnaars van Kamaretten toen. Ik was 11, dus dat was ergens in de 80 jaren. En dat was, 80 jaren. Dat was Brigitte Kaandorp. En toen dacht ik, dat was wel een soort eye-opener. Toen dacht ik, oh, je kan dus en liedjes zingen en typetjes spelen en verhalen vertellen en mensen ook nog enigszins ontroeren. Dus dat vond ik toen een hele mooie combinatie, want ik wist helemaal niet wat kleinkunst was. Ik dacht dat dat brosjes maken was of zo. Ik kom met alle respect van het boerenland. En dat was, theater zat niet in ons register, zeg maar. Maar wat betekende zij dan juist voor jou? Juist die veelzijdigheid? Die veelzijdigheid. Ja. En ook dat er ook voor de anti-helden ruimte is. Ik ben natuurlijk niet... wat zou ik zeggen? Ik ben natuurlijk niet de Max Verstappen, zeg maar, die toneel opgaat. Ik ben natuurlijk een beetje een anti-held. En Brigitte is natuurlijk ook een beetje clumsy. En weet je, er gaat altijd wel mis als er iets met haar... als ze iets moet doen. Dus in die zin dacht ik, er is dus ook voor de gewone jongen die misschien niet 1, 2, 3 er meteen uitspringt als de snelste of de beste of de knapste. Is er ook nog eens een mogelijkheid om toch best wel ver te komen. Ja, dus, mooi gezegd. Ja. En wat zie jij zelf nou als het grootste succes tot nu toe in je carrière? Het grootste succes in mijn carrière is toch eigenlijk, dat klinkt heel stom, maar dat is dat ik op een gegeven moment heel jong besloot, ik ga hier nu voor. Want ik kon kiezen in 1995 of ik ga met de finalisten van Kamaretten op tournee, of ik maak mijn studie af binnen een jaar. En tegen alle adviezen in van ouders die natuurlijk ook dachten, ja jongens, dat cabaret is niks in te verdienen. Nee, ga maar studeren. Ik studeerde Nederlands communicatie en cultuur. Okay. Dus eigenlijk PR, voorlichting in de culturele sector. Dus wat dan gaat, haakt het wel mooi in. Ik kan mijn eigen persberichten redigeren, juist, zeg maar. Ja. Maar dus tegen alle goede raad in heb ik toch gekozen om... je klinkt zo stom, om je droom na te jagen. Ja, maar dat is ook alleen maar goed. En dat is goed gelukt, En het is toch wel mooi. En ik heb best een lange aanloop gehad. Mm-hmm. Maar dat is dan toch wel mooi. Er zijn een aantal hele mooie dingen in mijn carrière. Bijvoorbeeld de eerste keer Carré was ook heel bijzonder. Ik weet nog wel dat ik uit het Kamaretten kwam. Dat ik zei tegen mijn ouders, ik ga het doen. En weet je wel, sorry, maar ik wil gewoon dit doen. Maar ik beloof jullie, als ik ooit in Carré sta, dan slapen jullie in het Amstel. Toen zei mijn moeder, ja. En toen was het wel zover. Heel veel later was het zover. En ik heb hem al mijn belofte gehouden. Super. Ik heb ze op laten halen met een grote wagen. Ja. En ze lagen in een suite in de Amstel. En ze zaten in de koninklijke loge van Carré. Te genieten. Met de dikke tranen, mijn vader. Ja. Mooi zeg. Dat zijn mooie verhalen dingen. Om op terug te kijken. Ook. Ja. Ja, absoluut. Over veelzijdigheid gesproken. Binnenkort komt er een carnaval. Hè, staat voor de deur. Een carnavalskraker. Ja, zwaar. Ik was er weer bijna vergeten. Ja. Carnavalskraker. Een carnavalskraker heb ik opgenomen. Ja, als mijn Rotterdamse alter ego, Tante Jopie Parlevliet. Ja. Ik heb ooit als Haankje een talkshow gedaan bij RTL. En ik heb 4 jaar geleden nog een hitje gehad met Tabby Nou op je muil over de mondkapjes. Dus toen dachten we, wilden altijd degene die de muziek maakte, Peter, die zei, ik moet een keer een nummer doen. En ik had altijd al die titel in mijn hoofd.
Rotterdam is vrij recht voor zijn raap. Ja, ja. Tief eens even op met dat pleurisjong. Wat eigenlijk ook weer liefkozend is. Want mijn tantes hebben kom eens even lekker bij me, pleurisjong van me. Weet je, het is niet zo naar bedoeld als dat het soms kan klinken. Ik dacht, dan wordt de helft van Nederland natuurlijk weer kwaad. Maar het wordt echt massaal omarmd. En iedereen deelt het op zijn Facebook. En ik heb heel veel berichten van opa's en oma's en ouders die dan vragen. Mag het ook voor je eigen kind? Ik vraag het voor een vriendin. Weet je wel, zo dat. Ja, precies. Ja, het is in Brabant zeker is het een hit inderdaad in de kroegen. Dus ja. Straks een tournee door Brabant, begrijp ik. Ja, ik moet gewoon met mijn eigen voorstelling spelen. Ja. Dus ik heb ook helemaal niet de intentie om daar nou opeens heel veel geld mee te gaan verdienen met optredens. Maar ik vind het gewoon leuk om het te maken. En het wordt leuk opgepikt. Mensen snappen de knipoog, weet je. Want wat ik ook zeg, tegenwoordig is iedereen altijd boos. Maar dus in dit geval valt het zeer mee. Ja. Nou, fijn. Ja, toch? Ja. Zeker. Ja. Zeg, je bent nog jong, hè? 51. Dank je wel. Dus wat dat betreft al jaren te gaan. Nou, het is gek hoor, maar het is wel, je bent ineens ben je 51. Je bent heel lang jong aanstormend. Mm-hmm. En dan ligt de hele wereld nog voor je. En op een gegeven moment denk je, nou, daar ligt er gewoon nog wel een stukje achter me inderdaad. Het is wel gek, want hoe oud ben jij? Ik ben net 50 geworden. Je bent net 50, dus we zijn dezelfde leeftijd. December. Ja. 30 december, dus net. Maar als je dan kijkt naar je toekomstplannen, wat springt daar dan uit? Wat zou je dan heel graag willen doen? Of heb je een soort van bucketlist? Nou ja, kijk, wat een bucketlist niet zo, daar geloof ik nooit zo heel erg in. Maar ik heb wel dat ik, want we hadden het, ik had het toevallig vanochtend met Jochem ook over Jochem Meijer, over ambitie. Op een gegeven moment verleg je je ambitie natuurlijk een beetje naar, ik hoop dat ik nog een aantal mooie theaterprogramma's kan maken van deze kwaliteit. Ik zou nog wel eens een keer, heb ik al een paar keer dat gedaan, tussendoor een seizoentje een musical willen doen. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb Les Miserables gedaan. Ik heb 13 jaar geleden Hairspray gedaan. Nog wat Jap Jum. Dat was geen groot succes, maar wel heel veel plezier gehad. Ook want ik moet je wel zeggen, kijk, het is natuurlijk ook wel eens leuk om weer even met 20, 30 man op dat toneel te staan en in die coulissen te hangen en eens een keer twee nummers niet op te hoeven. En dus dat zou ik nog wel. Ik zou nog wel eens een mooie rol in een tv-serie willen. Dat is ook zo grappig dat als je eenmaal in die komische hoek hangt, dan denken ze niet dat je ook nog misschien een serieuze rol zou kunnen. Dus dat zou ik wel willen. Maar eigenlijk is mijn grote wens dat ik gezond blijf en nog misschien 15, 20 jaar mooie programma's kan maken. Ja, dan zou ik wel heel tevreden zijn. Ja, het lijkt me verschrikkelijk als je dat op een gegeven moment je carrière zo tanende wordt en dat die zalen dan half leeg. Dat wil ik, voor die tijd wil ik er wel uit zijn. Precies, ja. Nou, over tv-series gesproken, of programma's, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? Ook dat nog, Wie is de Mol, Ranking the Stars. Dat was echt een vorige eeuw, ja. Ranking the Stars heb ik heel veel gedaan met Paul de Leeuw en zat vaste prik met Patty Bart. Ja, ja. En nu ben ik natuurlijk sinds twee seizoenen teamcaptain bij Ik hou van Holland. Ja. En dat moet ik wel eerlijk zeggen, is wel een van de leukste dingen die ik gedaan heb op tv. Ja? Vooral ook omdat je er een beetje in kan gaan hangen. Weet je, ik ben de verantwoordelijke niet, dat is Linda. Toen ik de Jopie Parlevliet show deed, dan is het mijn ding, weet je. Dus die kijkcijfers nu, ja, ik zie het wel als het komt. En met Jopie was dat anders. Het is echt wel, dat is wel heel leuk om te doen. En je bent oliebol geweest, hè, in de Masked Singer. En ik ben oliebol in de Masked Singer. Ja, dat was wel een geweldige avond ook. Die uitzending was zo fantastisch, want mijn moeder, wij dachten, wij gaan kijken en zodra ik zing, dan gaat mijn moeder meteen zien, dat is de oliebol. Dan weet ze het, Dus we hebben mijn moeder ook gefilmd. Dus die zit te kijken en ik begin te zingen. En ja, Marco en ik, wij keken elkaar aan. Marco is mijn man. En mijn moeder zegt zo. Dus mijn moeder zegt, dat is Wibi Suryadi. Dus ik zeg, wat? Tegen mijn moeder. Ik zeg, maar die kan toch niet zingen? Zegt ze, die oliebol toch ook niet? Terwijl ik zing best redelijk, moet ik zeggen. En dus toen zei ik een half uur later, ik zeg van nou mam, ze zeggen op Twitter allemaal dat ik die oliebol ben. Jij hebt toch niet van die achterlijke kromme benen? Ik denk, nee, dit gaat lekker met mijn moeder. Die is voor de laatste keer geweest. Maar dat was ook zo'n briljant moment toen dat hoofd. Mijn vader die zat Joep van het Hek te kijken op de computer. Want die had toch. Maar ik denk, ik zeg het niet, weet je wel. En mijn moeder en die oliebol die ging af. Nou, mijn moeder was echt totaal flabbergast. Had je moeten opnemen, zo'n reactie. Ja, heb ik opgenomen. Ja, heb ik opgenomen. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja. Gelijk roepen naar me van, John, Richard zit in die oliebol. Dat is echt heel leuk. Je had een oliebol worden. Ja. Bedankt voor het gesprek. Geen enkele dank. En heel veel succes met je tournee. Nou, er komen er nog een paar aan. Dus, succes met je carrière. Dank je wel. Fijn dat ik er was. Leuk, vond ik het. Super. Ja, mooi. Tot zover ons gesprek met Richard Groenendijk.